Progesteron wordt gemaakt bij de man in de testicle natuurlijk. Dat is de grootste bron waar testosteron gemaakt wordt. En het wordt nog een klein beetje aangevuld vanuit de bijnier. De bijnier maakt ook wat testosteron. Alleen jullie hebben wel geleerd in de voorgaande sessies dat het dan met name bij de bijnier gaat om de stresshormonen. En testosteron is een herstelhormoon, dus eigenlijk speelt het nauwelijks een rol. Als de testicle niet optimaal functioneert, kan de bijnier dat nooit aanvullen. Daar heb je wel vaak dingen over gehoord. Ik zal even een persoonlijk verhaal daarbij vertellen. 1 op de 10 mannen heeft een spatader boven de testicle. Dat is niet ongezond of gevaarlijk. Alleen het verhoogt daar de temperatuur iets. En dat betekent dat je iets minder testosteron gaat aanmaken vanwege temperatuurverhoging. Nou, temperatuurverhoging kan op allerlei manieren. S'nachts met een strakke onderbroek slapen geeft ook een verhoging van de temperatuur. En misschien iets minder testosteron aanmaak. Maar goed, in dit geval was het een spatader. 1 op de 10 mannen heeft dat. Iets minder testosteron. En ook minder kans op, de vruchtbaarheid is in ieder geval iets lager. En op dat moment had ik een gesprek met de arts, met de uroloog. En die zei, nooit een probleem, want de bijnier kan het overnemen. Nou ja, ik ben Ralf Moorman niet of ik ga het testen. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd, ik heb zoveel pijn eraan. Nou moet er wat gebeuren, dat ding moet dichtgezet worden met embolisatie. Dat is die methode. Nou ja, dat was toen gelukt. En natuurlijk had ik de testosteron vooraf gemeten en achteraf. In tweevoud. En wat ik zag is dat mijn testosteron met 30% verhoogde na deze ingreep. En dat betekent dus dat die bijnier die kan nooit dat tekort opvullen. Want 1 niet optimaal functionerende testicle, dat kan de bijnier zelfs al niet opvangen. Dus daar zagen we al verschillen in. Dus dit is een persoonlijk verhaal. Er zijn veel meer mannen die dit hebben. Sowieso handig om er een keer over te lezen. Over die varicocele. Dus de varicocele, 2 keer C is dat. Hè? Dus daarmee kun je hem opzoeken. Maar goed, normaal gesproken zou de testicle het goed moeten aanmaken. En de testicle wordt aangestuurd vanuit de hypofyse. Daar wordt het hormoon LH gemaakt. En daar kan dan weer testosteron van gemaakt worden. Hypofyse maakt ook nog een ander hormoon, dat is FSH. En dat zorgt meer voor de aanmaak van zaadcellen. Hè? Dus die twee kanten vanuit de hypofyse en de aansturing van de testicle zie je met name ook gebeuren. En dan hebben we de testosteron aanmaak en testosteron wordt voor een deel in testosteron zelf aangemaakt. En ook een deel kan omgezet worden in een nog mannelijker hormoon, nog androgener. Dat noem je dihydrotestosteron. En dat is zeg maar de testosteron variant die het meest mannelijke is, waardoor je veel lichaamsbeharing krijgt. En als je pech hebt dat je hoofdcellen er gevoelig voor zijn, levert dat mannelijke kaalheid op. Dus dat is eigenlijk die oorzaak. En wat doen daar sommige haarartsen, wat doen die daarmee? Die gaan een bepaald medicijn geven, finasteride, om de omzetting van testosteron naar dihydrotestosteron te remmen. En daarmee zou je kaalheid wat kunnen uitstellen. Nadeel is alleen, dat hormoon heeft natuurlijk ook hele goede functies en je verliest je androgeniteit er wat mee, hè, je mannelijkheid. En met name als de man ouder wordt, dan wordt die mannelijkheid al minder. En ga je dan nog eens een keer dat omzettingsproces remmen, dan kun je daar nog wat meer klachten van krijgen. Ja, allereerst, waar wordt het van gemaakt, testosteron? Testosteron is een vetachtig hormoon dat we ook wel steroïdhormoon noemen. En steroïdhormonen worden gemaakt van cholesterol. En cholesterol halen we uit het bloed. Die testicle en de bijnier die zijn door bloed. Dus daar kan dus cholesterol uitgepakt worden. En er kunnen hormonen van gemaakt worden, waaronder die testosteron. En welke vorm van cholesterol is dat nou? Dat is eigenlijk vooral wat wij noemen de LDL-cholesterol. En eigenlijk is er maar 1 soort cholesterol. Alleen de LDL die zit in een bootje. Het bootje heet LDL. Dat vervoert hem van de lever naar het lichaam. En dus soms naar de testicle of de bijnier om daar een hormoon van te maken. Dus LDL, als dat te laag is, zeker met flinke cholesteroldrukkers, dan kan dat ook de aanmaak van testosteron in de weg zitten. Ja? En dan hebben we een aantal systemen. Wat jullie al eerder in een sessie gehoord hebben, is dat we het afbraaksysteem hebben. Catabool systeem, daar komt energie vrij. En we hebben het anabool systeem, dat bouwt op, dat slaat op. En dat zorgt uiteindelijk dat er energie vastgehouden wordt. En dat kunnen energievoorraden zijn. Maar dat kan ook extra spiermassa zijn. En testosteron is een anabool hormoon. En deze systemen die bijten elkaar als ze uit balans raken. Dus je wil een balans hebben tussen energie vrijmaken en een balans tussen energie opslaan. Die twee zouden goed moeten zijn. Nou, veel mensen die zitten eigenlijk aan de kant van te veel stress, hè, te veel cortisol aanmaakt. Cortisol zit aan het spectrum van de katabole kant en daarmee gaat testosteron ook naar beneden. En als je heel druk bent als man, dan kun je het ook wel merken aan de testosteronhoeveelheid.
Nou, hoe kun je dat nou merken? Er zijn natuurlijk allerlei symptomen van tekort op testosteron. En iedere man gaat het op een gegeven moment wel merken. Zeker bij het ouder worden, worden die gehaltes een stukje lager. Hè? Eigenlijk gaan alle hormoonklieren iets minder functioneren, waardoor de functie net iets zwakker wordt. Het totale hormonale orkest kan nog wel hetzelfde in balans spelen, maar de volumeknop gaat iets naar beneden in dit hele verhaal. Ja, en dat kan in de functies merkbaar zijn. Wat bijvoorbeeld belangrijk is bij testosteron is natuurlijk het libido en de vruchtbaarheid. Wordt natuurlijk aangestuurd door het mannelijke hormoon. En in de puberteit krijg je ook de mannelijke kenmerken hierdoor. En dan weet je ook meteen, als het om mannelijke kenmerken gaat, dan staat daar weer oestrogeen tegenover. We hadden net al cortisol, katabol, anabol, hè? Cortisol, testosteron. Maar we hebben ook testosteron tegen oestrogeen. Dat is eigenlijk mannelijk-vrouwelijk. Dus die balansen, daar ben je in feite naar aan het kijken. En de spiermassa aanmaak is ontzettend belangrijk, geholpen door groeihormoon en in sommige gevallen insuline. Als je daarbij ook nog wat eet, dan helpt insuline ook bij de spieropbouw. Belangrijk ook voor daadkracht. Je merkt dat iemand die een wat hogere testosteron heeft, dat hij toch wat meer lef heeft. Hè? Dus dat gebeurt ook nog wel. Ik hoor ook wel eens van mensen die testosteron gel gebruiken, dat ze ook in één keer wat meer risico gaan nemen. En je merkt ook als je ouder wordt als man, dat je voorzichtiger wordt. Ik ben zelf ook wel een stukje voorzichtiger. Ik ben 42. Ja, mijn hormoon testosteron is zeker al aan het dalen, hoor. En als het testosteron daalt, gaat vaak DHT, de dihydrotestosteron, ook iets stijgen in verhouding. En dan krijgen we een klein beetje wat meer inham, hè. Dus hier zie je het al een beetje gebeuren. Gelukkig heb ik niet zo heel veel aanleg ervoor en heb ik het hier niet. Alleen ja, dat zijn dingen die bij mannen natuurlijk op hogere leeftijd gebeuren. En dat is meetbaar, hoor, DHT. Alleen het zijn geen standaard testen. En meestal gaan ze ervan uit dat DHT te hoog is. En dan geven ze een medicijn om de omzetting testosteron DHT te remmen. Die mannelijke kenmerken ontstaan natuurlijk in de puberteit. En de stem wordt zwaarder. Het kan ook weer masculien voorkomen, kun je daardoor krijgen. Hè. Je ziet dat mannen met hoog testosteron, de alfamannetjes, ja, daar zie je het vaak ook wel aan. En dat kun je ook wel een beetje in gedrag merken. Vaak wat stoerder, wat meer lef. Wat ook in onderzoek lijkt geassocieerd is dat te veel testosteron maakt weer dommer. De vraag is of dat oorzakelijk is of een gevolg. Dat een man die anabole steroïden gebruikt iets minder verstandig is dan iemand die dat wel doet. Want heeft natuurlijk allerlei bijwerkingen. En ik weet niet of het oorzaak of gevolg is. Het hart is ook een spier. Dus de testosteron moet hoog genoeg zijn voor het hart om goed te functioneren. Op hogere leeftijd merk je dat de testosteron lager wordt en de hartfunctie minder kan worden. En de kracht van het hart kan ook afnemen. En wat er dan vaak gebeurt is dat het lichaam reageert door de cholesterol te verhogen. In de hoop er waarschijnlijk testosteron van te maken. Alleen wat doen we dan? Ja, dan gaan we daar cholesterol blokkers op zetten, statines. En de statine werkt waarschijnlijk alleen vanwege de ontstekingsremmende werking. En niet vanwege de cholesterolverlagende werking. Wat ik vermoed is dat steeds duidelijker aan het worden. Mijn visie geeft dat aan. En als cholesterol ook lager wordt, wordt testosteron nog weer lager. Er is altijd zo'n discussie over die cholesterol. En er zijn heel veel oorzaken die hormonaal zijn, waardoor cholesterol omhoog gaat. Met name ook de LDL. Alleen ja, ze zijn niet allemaal hart- en vaatziekten verhogend. Een tekort aan testosteron, als je daarmee testosteron zou verhogen in leefstijl, trage schildklier en de schildklier zou beter functioneren, dan gaat je LDL naar beneden en ja, het hart profiteert daar ook van. En met name ook ontstekingen verhogen LDL cholesterol. Ja, die wil je natuurlijk met een brede leefstijl aanpak verminderen en dan gaat LDL ook naar beneden. Maar kunstmatig naar beneden drukken, ja, dat kan dus ook juist de oorzaak, als het testosteron tekort is, verergeren. Hè? Dat wil ik hiermee zeggen. Oké? Okay? En de botten hebben ook anabole hormoon nodig. En bij de vrouw hebben we het vaak over progesteron en oestrogeen die belangrijk zijn voor de botten. En bij de man hebben we het wat meer over ook groeihormoon en testosteron. Dus die hormonen lijken ook ontzettend op elkaar. En als ik kijk naar advies op het gebied van testosteron, kijk ik verder dan alleen de aanmaak. Want dat hormoon moet ook nog eens een keer in het lichaam vervoerd worden. Dan zit die namelijk aan een transporteiwit. Dat heet ook wel SHBG. Sekshormoon binding globulin. En daar zijn ook nog wel eens wat disbalansen in. Als het te veel van dat transporteiwit is, dan is er te veel aan de transporteiwit gebonden en te weinig in de vrije vorm. Waardoor je toch de klachten kunt krijgen van een te laag testosteron. Er zijn natuurlijk allerlei oorzaken aan die hieronder kunnen liggen. Een van de belangrijkste vind ik zelf gewoon stress.
als het katabolisch systeem overbelast is, dan krijgt het opbouw, het herstelsysteem testosteron, die krijgt gewoon te weinig ruimte om voor herstel te zorgen en voor spiermassa en voor zijn primaire functies. Dus dan kun je daar klachten van krijgen. Ik zie dat mannen het ook wel herkennen bij hoge stress, dat de spierengroei niet wil, dat het libido weg gaat vallen. Nou ja, vrij logisch dat dit gebeurt. Niet alleen mentaal, ook hormonaal heeft dat invloed. De tweede, na stress, vind ik afvallen. Ontzettend belangrijk, want in het vetweefsel zit het enzym aromatase. En aromatase, dat is een enzym dat zet testosteron om in oestrogeen. Dus hoe hoger het vetpercentage, hoe vrouwelijker je eigenlijk wordt. Dus je moet ervoor zorgen dat je vetpercentage niet te ver laat oplopen, want dat gaat je mannelijkheid wat verminderen. En dan worden we oestrogener van in plaats van testosteron. Dus ik had net bij stress cortisol ten opzichte van testosteron. En nu had ik oestrogeen ten opzichte van testosteron. Weer die mannelijk-vrouwelijk verhouding. En die balans gaat het om. Het is een muziekstuk met heel veel instrumenten. En de balans zorgt uiteindelijk voor het juiste muziekstuk waar je graag naar luistert in het leven. Oh, wat zeg ik dat weer fantastisch slecht. Dan is het ook nog belangrijk alcohol. Alcohol is is echt een vervrouwelijker als je dat heel vaak inneemt. In de lever wordt eigenlijk de oestrogeen slecht afgebroken en de testosteron aanmaak wordt er ook wat lager door. En met name de actieve vorm daarvan kan daardoor verslechteren van testosteron. En de combinatie die je vaak ziet bij alcohol is natuurlijk dat we bier drinken. Ik had een vraag van Patrick net over, had ik al voordat de sessie begon, over of lijnzaad, wat een fytoestrogeen is, en soja, of dat de testosteron aanmaak kan beïnvloeden. Daar weten we, daar zijn we heel erg naar aan het kijken en in feite is dat nog niet helemaal duidelijk. De soja, als je daar een groot verbruiker van bent, we zien sowieso wel bij vegetariërs, en zeker wanneer je veel soja gebruikt, zien we toch wel associaties met wat lager testosteron. Alleen het is de vraag of het oorzakelijk is. Hè. Het kan ook zijn dat vegetarische mensen gewoon minder calorieën eten, waardoor ze in een afbraakstatus terechtkomen. En dan krijg je dat natuurlijk ook niet. Soja zou bij kunnen dragen in een grote hoeveelheid. Het past op de receptor voor oestrogeen, maar een stuk zwakker dan ons eigen oestrogeen. Dan had je de vraag over lignanen. En dat ging met name over lijnzaad. Lijnzaad zit er lignanen in. Daar krijgen we steeds meer het vermoeden van dat het wel de werking van testosteron tegengaat. En niet vanwege de functie fytoestrogeen, maar vanwege de functie dat het transporteiwit SHBG verhoogt. He, dus als je veel lijnzaad eet en veel lignanen, die worden bijvoorbeeld ook gebruikt bij PCOS bij de vrouw om de werking van testosteron wat te verminderen. Dus en het gaat uiteindelijk om grote hoeveelheden. Als je af en toe wat lijnzaad neemt, die hoeveelheid valt mee. Maar als je een supplement neemt met hoge doseerde lignanen, kijk, dan verwacht ik daar wel effect van. En dan hebben we nog een fytoestrogeen, dat is natuurlijk hop. Hop in bier. En we weten niet goed of het effect wat vervrouwelijkend is van bier, of dat komt door het product in totaal en het gedrag wat daarbij hoort, of door die hop. He, want als je natuurlijk bier drinkt, en er zijn mannen die kunnen gewoon 20, 30 achterover slaan, en overgewicht creëren, dat zorgt ook voor vervrouwelijking, hè, overgewicht. En dan hebben we nog eens een keer de alcohol. Dat verlaagt testosteron, verhoogt oestrogeen, is ook vervrouwelijkend. En dan hebben we nog hop. En de vraag is, hoe sterk zijn deze variabelen uiteindelijk? Wel duidelijk is, grote bierdrinkers die overgewicht krijgen en veel alcohol binnenkrijgen. Ja, dat vervrouwelijkt. En dat merk je ook bijvoorbeeld in sportprestaties en spiermassa groei. Oké? Dan natuurlijk ook wat ik net al zei, de hoeveelheid calorieën die je tot je neemt. Als je te streng gaat lijnen en te veel onder je onderhoud zit met je calorieinname, dan gaat natuurlijk cortisol werken, glucagon, allemaal van die katabole hormonen. En dan krijgt testosteron minder vrij spel om voor spiermassa groei en libido te zorgen. Dus het is wel handig om een laag vetpercentage na te streven, maar ga niet te diep snijden, want dan pak je hem anders niet meer terug. Dan ga je namelijk je spiermassa ga je verminderen. Ik heb daar zelf ervaring mee. Ik heb ook wel eens naar een wedstrijd toegewerkt, te snel. Ik heb al een klein broekje op een podium gestaan als natural bodybuilder. Is uittesten hoe dat werkt. En toen heb ik een aantal methodes geprobeerd en die te diep gingen. Ja, dan viel mijn libido weg. En dan merkte ik ook dat mijn spierhardheid en mijn spiermassa, die had daaronder te lijden. Hè. Dus dat bijt elkaar nogal. Daarna nog een aantal andere methodes geprobeerd waarbij je dat voorzichtiger doet. En dat werkt toch vaak wat beter op de spiergroei en je testosteron in dit verhaal. Dus maak het ook niet te bond met afvallen, dat gaat je ook weer katabool maken. En we willen juist gemiddeld wat anaboler worden om spiermassa natuurlijk aan te zetten. En hoe doen we dat in de gym? Krachttraining. Dus de training waarbij testosteron vrijkomt achteraf,
om goed te kunnen herstellen is korte krachttraining. En met name de grote spiergroepen, borst, benen, rug hebben daarbij effect. En hoe lang ben je in de gym? Nou, in 3 kwartier kun je eigenlijk de grote spiergroepen wel aanpakken. Qua herhalingen zit je tussen de 6 en 12. Dat vind ik meestal een optimaal spiergroeiaantal. En dat betekent ook dat als je er 10 wil halen, mag je er geen 11 redden. He, dat is eigenlijk wat je wil doen in die training. Dan tijdens de training heb je natuurlijk cortisol, dan breek je wat af. Is helemaal niet erg. Als het maar een krachttraining is waardoor daarna testosteron vrijkomt en netto voor een positief spiergroeiresultaat zorgt. Als je kijkt naar duursport, ja, als het te lang duurt, dan kan dat ook ontzettend tegenwerken, want dan zit je weer in de katabole fase te lang. He, dus korte sprintjes, interval, krijg je topconditie van, breekt niet zoveel spiermassa af, maar die lange sessies, ja, bijt elkaar. En ik snap dat je het doet omdat het leuk is, dus vanwege stressbeperkingen en andere redenen is het natuurlijk top om te doen. Maar als je echt als wielrenner aan de slag gaat en amateur wordt of prof, heb ik wel ervaring mee, dan is dat tijdens het seizoen lastig je libido hoog te houden. En noem maar op, hè. Je bent veel te veel in de katabole fase. Dat zie je ook bij marathonlopers die eigenlijk, als je van het weekend Rotterdam zag, soms dunnere armen hebben dan iemand die nooit getraind heeft. Dus je breekt meer spiermassa af dan iemand die nooit traint. En dus dat is eigenlijk wat ik daarmee wil aangeven. En er zijn sprinters met een heel laag vetpercentage. En op de een of andere manier is het gelukt om die calorieën in die spiermassa te krijgen in plaats van in de vetmassa. En dat is natuurlijk heel handig. En iedere kilo spiermassa draagt weer bij uiteindelijk aan een verhoogde verbranding. Stel er ook niet te veel van voor. In het begin zul je een aantal kilo spiermassa kunnen winnen. Dat draagt bij. Later zijn het maar hele kleine hoeveelheden. En op je ruststofwisseling is dat maar iets kleins. Alleen goed, het is prima om dat te doen. En ik werk zelf meestal korte intensieve krachttraining met wat intervalsessies erbij. Sprintjes. Ook in het krachthonk, als je benen traint bijvoorbeeld, gaat de hartslag hoog worden. Ja, en dan merk je ook dat je daardoor een soort cardio effect meteen tijdens je krachttraining meepakt. En je kunt ook circuitjes doen waarin je het allemaal combineert. Alleen ja, is wel heel zwaar. Ik moet zeggen, dingen als crossfit en zo, ik vind het wel gaaf, maar wel meer de zwaardere varianten. En ik merk ook niet alleen het thema wat is nou effectief, maar ook het thema wat hou je lang vol. En ik merk dat in de hormoonfactor training dat veel mensen dat langer volhouden dan crossfit, waarbij je bijna op de grond ligt na iedere training. Als je daar heel fanatiek in bent. Dus het is niet voor iedereen geschikt en degene die het heel leuk vinden, daar is CrossFit natuurlijk waanzinnig voor. En kijk voor jezelf, hoe ver wil ik daarin gaan. Hè? En natuurlijk is er meer dan alleen maar de training. Mentaal heeft ook invloed op testosteron. In de natuur zien we leidende mannetjes waarbij ze kunnen verkleuren, zelfs hier het aquarium, andere kleuren krijgen die vissen en die worden gewoon het leidende mannetje en testosteron die knalt omhoog. En dat is in onze wereld natuurlijk ook zo. Dus als jij een promotie maakt, hè, in functie op je werk, dan zou het kunnen zijn dat je meer leiding krijgt. Dat je het ook zou kunnen meten aan je testosteronspiegel. Dus dat is ook een hele interessante invloed. Andersom, wanneer je onderdrukt wordt in je werk en je wordt eigenlijk heel slecht behandeld, dat is niet goed voor je hormoonbalans. En dan word je een onderdanig mannetje van. En ja, daar reageert je testosteron ook weer op. En natuurlijk is er functie en moeten ook onderdanige mannetjes zijn. Maar als je dat niet wil, probeer gesprekken aan te gaan en dat winnaarsgevoel wel weer te krijgen. Mineralen die belangrijk zijn. Zink, magnesium. Die twee moeten we geen tekorten hebben. Zou je kunnen suppleren. Met name zink tekort zorgt voor een minder goede werking van testosteron. Daarnaast daglicht. Daar krijgen we ook wat meer testosteron aanmaak van. En met name in de zomer en de lente merk je dat als man ook wel een beetje. En ook de aanmaak van vitamine D die daarbij ontstaat, die helpt ook nog mee bij de functie daarvan. En vitamine D is eigenlijk ook een steroïdhormoon. Net als testosteron, hè? Een vetachtig hormoon. Niet alleen naar vitamine, maar ook een hormoon. En dat werkt heel goed samen, die twee. Dan is er eentje die vaak wat vergeten wordt. Slaap goed. Gaat je libido omhoog en dan ga je in één keer niet meer slapen. Dat is natuurlijk het domste wat je kunt doen. Maar het slapen is echt een anabole fase. Dus je merkt na een paar uur slapen, dan komt de groeihormoonpiek vrij. Dus eerst melatonine, dan groeihormoonpiek. En als groeihormoon stijgt, dan is het anabole systeem aan en dan stijgt testosteron ook een beetje. En dan zie je s'nachts ook wel stijgen. Dus goede slaap voor goed herstel is ook nog eens een keer heel erg goed voor je testosteron. En dan natuurlijk nog de vraag van ja, er komt natuurlijk een bepaalde leeftijd dat het vanzelf minder wordt. Ik ben nu 42, straks word ik 50, straks word ik 60. Laat je het gebeuren of ga je wat doen? Nou, in Amerika merk je, je kunt je leefstijl nog heel goed gaan doen, maar ja, veroudering ga je niet helemaal tegen. En dan wordt er testosterongel gesmeerd, hopelijk op advies van een arts. Er zijn artsen die hiermee werken, anti-aging doktoren.
Waardoor de hartfunctie beter wordt, waardoor je meer daadkracht krijgt, angsten weggaan. En soms gaat de cholesterol zelfs naar beneden in dat geval. En je krijgt je mannelijkheid, je libido, alles komt daardoor weer terug. Alleen ja, het blijft gewoon lastig, het suppleren. Als je namelijk teveel suppleert, en dat is natuurlijk in de heftige gevallen bij anabolische steroïdengebruik, ja, dan gaat je eigen aanmaak omlaag en je receptoren worden ongevoelig ervoor. Dus dan gaat je lichaam een backfire geven. En dat maakt het voor mij ook twijfelachtig om dit te doen. En ik vind zelf dat er nog veel meer onderzoek moet komen op dit vlak. Maar goed, als je echt een zwaar tekort hebt, dat is ongezond, dan zou ik zeggen, laat in overleg met de arts, ga iets doen om dat tekort wat te verminderen of zelfs op te heffen, waardoor je functies terugkrijgt en je hart beschermt en je vaten. Dus dat is eigenlijk het basisverhaal over testosteron. Ja? En ik zie dat er al een aantal mooie vragen binnen zijn gekomen en ook door vrouwen. Hé, wat leuk dat vrouwen ook vragen stellen. Nou, ook heel veel mensen die zeggen dat ze er zijn. Nou, ik ben ontzettend blij met de kijkers. Zeker als het over een mannenonderwerp gaat, want 90% van de hormoonfactorvolger is vrouw. Als het niet meer is, hè. Dus dat is echt een hele belangrijke. ja, Deborah, jij vraagt naar de waarde van LDL, welke je moet hebben. Ja, de LDL wordt eigenlijk als grens steeds lager gezet. En dat vind ik zelf geen goede zaak. Ik vind het belangrijk, als het om hart- en vaatziekten gaat, dat LDL wel gemeten wordt. En natuurlijk is het een marker. Hè? Dus als er ontstekingen zijn, als hormonen te laag zijn, dan kan LDL verhoogd zijn. En dat kan betekenen dat er een oorzaak onder dat LDL ligt, wat hart- en vaatziekten veroorzaakt. LDL, dat vind ik de brandweer, die krijgt de schuld van de brand. Ja, en dat is iedere keer het probleem. Want de pharma en de wetenschap, en iedere keer hebben we een professor die ieder programma in Nederland pakt, die onzin weer blijft vertellen. En ik zeg het hard, en ik hoop dat ik een keer tegenover hem in het programma zit. Want het is geen oorzakelijk verband, het is een marker. En de oorzaak eronder wil je natuurlijk weg hebben. En alleen naar LDL kijken is niet genoeg. Je moet ook kijken naar hormoonwaardes en naar ontstekingswaardes. Hè. Die ontsteking op de vatenwand kunnen we ook meten. En dat zijn nou echt de oorzaken van hart- en vaatziekten. En daar wil je aan werken. En ik heb vaak genoeg mensen met een verhoogd LDL. Je gaat een brede leefstijlaanpak doen. Mensen vallen af, stress wordt minder, ze eten onbewerkt, de bloedsuiker is stabieler. En uiteindelijk gaan ze meer bewegen ook. En uiteindelijk wordt het de ontstekingen lager bijvoorbeeld. En ja, de LDL zakt daarmee ook. En dat is natuurlijk een stuk beter dan met een pressiemiddel dat weg te halen. Of met plantensterolen in een margarine. En dat heeft helemaal niks met ontstekingsverlaging te maken en met de oorzaak. Alleen maar een bewijs op het gebied van naar beneden drukken. Dus dat wil helemaal niet zeggen dat het onderhuids nog verder ontsteekt. Hè? Dus dat is even een belangrijk thema. Ja, welke waarde wil je sowieso hebben? Ik vind het lastig. Ik vind het sowieso advies wil ik zeggen. Als iemand bij een arts is en die is LDL aan het meten, laat niet eenzijdig een conclusie trekken op LDL. Laat ook andere waardes nemen, dus de ontstekingsmarkers. En dan krijg je wat meer zicht op wat er nou eigenlijk speelt. En dan kunnen we complementair aan de oorzaak gaan werken. En dat is wat mij betreft de mooiste manier. He, dus dat samen met de arts tot ideale oplossing komen. Ja. Patrick zegt, je bent 41 toch? Ja, ik zei 42. Nou ja, waarschijnlijk, deze video draait nog eventjes. En binnen de kortste keren ben ik 42. Dus dan heb ik vast gezegd. Heel scherp, Patrick. Johanna zegt, hoe zit het met zoethout en testosteron? Ja, in onderzoek zie je dat zoethout de bloeddruk verhoogt en testosteron iets verlaagt. Dat is een vermoeden. Hè, maar kijk, met name iemand die een laag testosteron hebt, dan vind ik eigenlijk de grote lijn belangrijker. Afvallen, stress reduceren, de juiste hoeveelheid calorieën eten, waardoor je anabool blijft, een goede manier trainen. Die grote dingen doe je. En daarna zijn dingen zoals zoethout natuurlijk details. Hè? Dus zie goed waar de hoofdlijn ligt. En ga daarna pas kijken naar de details. Ja, even kijken. Nina zegt, kun je stellen dat ontstekingen in de vaatwanden het LDL-cholesterol als eerste gaat proberen dit te repareren, waardoor de aanmaak van steroïdhormonen dus onder druk komt te staan? Hele goede voor jou. Dat zou me niks verbazen, dat die LDL-cholesterol meer gebruikt wordt om de vaatwand te helen dan de aanmaak van hormonen. Dat is een hele goede voor jou. Ik weet zelf niet hoe het echt zit, dat is ook heel moeilijk te onderzoeken, maar ik vind het een hele mooie gedachtegang van je. Kan een vrouw ook dihydrotestosteron hebben, zegt Deborah? Jazeker, want de vrouwen die heel gevoelig zijn
voor mannelijke kaalheid, die kunnen dat ook krijgen. En zeker bij PCOS. Dat wordt natuurlijk testosteron hoger en DHT wordt ook hoger. En dan krijgen vrouwen die gevoelig zijn daar ook natuurlijk last van. Net iets ander patroon dan een man, maar het lijkt er in principe wel op. Als er geen PCOS speelt of geen anabole steroïden gebruikt wordt door de vrouwen, dan zijn de niveaus vaak wat lager. Is de kans een stuk kleiner op mannelijke kaalheid bij een vrouw. Eén moment wordt de kracht van testosteron groter. Dat is met name na de overgang. Dan wordt de tegenhanger oestrogeen lager. Hè, en dan merk je dat de kracht van het testosteron groter wordt. En dan zie je soms ook wel wat meer wat mannelijke kaalheid wat verergeren bij de vrouwen na de overgang. En dat is vanwege deze reden. Dat je eigenlijk iets mannelijker wordt. En mannen en vrouwen bij het ouder worden gaan steeds meer op elkaar lijken. Oké. Ja, Patrick zegt 1 eetlepel lijnzaad per dag kan dus makkelijk en soja kan dus ook goed. Ja, kijk, soja vanwege de testosteron vind ik in de normale hoeveelheden niet zo'n probleem. Allergie voor soja is niet handig. Als iemand de ziekte van Hashimoto heeft, raad ik het ook af. He, alleen ja, in jouw geval snap ik, Patrick, jij doet een plantaardig dieet, Whole Foods Plant Diet. Jij wil zoveel mogelijk variatie in je eetpatroon hebben. En soja heeft ook nog eens een keer een hoge biologische waarde als eiwit. Dus ik snap je overweging. Lekker bezig, jongen. En je houdt 200 tot 300 kilocalorieën onder onderhoud aan. En je moet goed kijken, ja, merk je het aan je libido en dat soort dingen. Zit je niet te diep daarin? Hè? Ben je aan het roofbouwen of niet? Dat is altijd de vraag. De Boeren zeggen dat CrossFit blessure gevoelig is. Ik vind dat je er zeker naartoe moet werken. En er zijn CrossFit boxen die hele goede begeleiding hebben. Hè, met intro's waarbij mensen langzaam naar het niveau toewerken. Maar eigenlijk zou ik ook zeggen, zorg dat je eerst een basis shape hebt in de gym. En dan is het leuk om CrossFit erbij te gaan doen. Ik vind het eigenlijk ook wel leuk om te doen. Met name om eens in de week bijvoorbeeld een sessie te doen. Dan 2 keer de hormoonfactor trainer. 1 keer gewoon dat je gedwongen wordt even diep die verzuring in te gaan. Want dat op eigen kracht, als ik alleen train, merk ik dat, dat ik best wel lui ben dan. Hè? En dan denk ik eigenlijk van ja, ik vind eigenlijk misschien maar zo groot genoeg. Alleen ja, dan ben je eigenlijk aan het bewegen en niet aan het trainen. En als je beweegt, ga je nooit een testosteronpie krijgen. Als je over de grens gaat en je traint, hè, zwaarder dan je eigenlijk kunt, dan gaan de hormonen reageren. Want anders hebben ze gewoon geen reden om te reageren. Hè. Dus ga zwaar genoeg in dit verhaal. Dat is heel belangrijk. Ja, Patrick is brandweer. Dus geef niet de brandweer de schuld van de brand. Daar ben ik het helemaal mee eens. Bij LDL-cholesterol. En dan namens hormoonfactor heeft Gerda van Dijk een mooie ingeving in gefermenteerde soja. Daar wordt door bacteriën al heel veel afgebroken van de stoffen die het effect zouden kunnen geven. Dus dat is een hele, hele mooie. En jij gebruikt tempeh, zeg je, Patrick. Dus dat is mooi. Zijn er nog meer vragen? Dit was ook een suggestie van jou, Patrick, om dit onderwerp te kiezen. Ik ben ook benieuwd welke onderwerpen jullie nog meer willen zien. Ja, want er is natuurlijk nog zoveel vrouwenklachten, maar ook mannenklachten. En ik ga natuurlijk een boek maken voor mannen. Na de zomer komt die uit. Ja, dan ga ik daar veel meer aandacht aan geven. Hè? Want ik merk nu dat eigenlijk alle aandacht naar de vrouw gaat. Terwijl de mannen ook veel hormonale klachten hebben. Alleen dat is geleidelijker, dat is sluimerender. En het probleem uit zich in veel minder verschillende symptomen. Hè, dus dat is een verhaal. De woorden nog even de laatste vraag. Kun jij zelf iets doen aan DHT om dat te verlagen? Ja, de vraag is of je dat wil. Hè? Natuurlijk bij mannelijke kaalheid wordt dat gedaan met een paardenmiddel eigenlijk. Dat was vroeger die Propecia, en dat heet ook wel finasteride, de stof die erin zit. Die was best hoog gedoseerd, dat hebben ze nou lager gemaakt. Waardoor er minder bijwerkingen zijn. Want de eerste dosering was zo zwaar dat er zelfs vrouwelijke borstvorming bij kon komen kijken. Hè? Omdat je je mannelijkheid zo naar beneden haalt. Hè? Dus het nadeel, een lichtere vorm daarvan is van de dwergs. Zaagpalmpom heet het zo, salpometto, dat is een lichtere vorm daarvan. Maar goed, ik ben er zelf niet zo kapot van. Wat wel zo is, als je je algehele leefstijl goed doet. Je merkt dat de DHT-omzetting met name gaat ook vergroten als je ouder wordt als man. He, dus als je heel gevoelig bent, kun je op je 20ste ook al kaal worden. Maar heel vaak, op het moment dat die testosteron gaat dalen, dan denkt het lichaam, ik wil mijn mannelijkheid behouden, ik ga meer omzetten naar DHT. Dat is een beetje de logica die ik in mijn hoofd heb. Ik weet niet of het zo werkt, maar je ziet wel vaak dat dan de kaalheid wat meer op gaat treden en dat de DHT dan wat toeneemt. Dus algehele veroudering, remmen kan daarbij helpen. En alle tips die ik net heb gegeven op het gebied van testosteron, zou ook dit proces wat kunnen uitstellen. Ja?